In een ruimte in Historyland in Hellevoetsluis is een expositie te zien van Marian Colocci, een Pool die als een van de eerste gevangenen in Auschwitz heeft gezeten. Nummer 432, als ik me goed herinner, dus dat zegt al wat. Na die honderdduizenden die nog gekomen zijn. En hij heeft het overleefd. En hij heeft het overleefd, zei het niet in Auschwitz, maar hij is later bevrijd in een Duits kamp door de Amerikanen en teruggekeerd naar Polen. Marian Colocci leeft niet meer. Hij besloot 50 jaar na zijn vrijlating de beelden die in zijn hoofd zaten te vertalen naar illustraties. Een ander schrijft het van zich af en hij heeft het van zich afgetekend. En toen was hij al ernstig ziek toen hij daaraan begon. Hier zie je dan zo'n tekening van hem, waarin hij zichzelf heeft afgebeeld op oudere leeftijd. En hij draagt als het ware zichzelf. Op latere leeftijd is hij deze tekeningen gaan maken. Hij voelde, naar aanleiding van een gedicht wat hij las, ik moet wat doen. Het is nog niet te laat. En zo is hij deze tekeningen gaan maken. En dit zijn er maar 22 uit een reeks van veel meer. Maar die hangen dus permanent in een plaatsje vlakbij Auschwitz. The world in camp, it was, as he put it, only a hell. So it is dark, it is black, it's gloomy. We zien de last hier nog eens een keer dubbel. En de beelden die hij heeft ervaren en meegemaakt daar in Auschwitz, zie je nog eigenlijk zo op zijn rug drukken. Hoe meer je kijkt naar die tekeningen, hoe meer je gaat ontdekken.